ga het even proberen kaderen. Hè. Ja, ik ging gewoon eigenlijk naar buiten en ik zag jullie staan, Kelly en Jeff. En jullie staan hier voor het Rode Kruis. Ja, inderdaad. Leg eens uit waarom jullie hier precies aan het Ninja Shopping Center staan. Ja, wij staan hier vandaag met een nieuwe campagne van het Rode Kruis, Staying Alive. Om eigenlijk mensen bewust van te maken dat hier in België de grootste doodsoorzaak hartfalen zijn. En wij eigenlijk meer mensen zouden kunnen helpen als meer mensen zouden weten hoe dat ze moesten reanimeren. Want het blijkt uit die cijfers gewoon weg dat de meeste mensen gewoon niet op tijd geholpen konden worden. Ja. Wij weten ook dat ambulances, dat duurt tamelijk lang tegen dat zij er eigenlijk zijn. En de eerste seconden zijn natuurlijk het belangrijkste. Belangrijkste, ja. Inderdaad. Dus ja, nu, wij zijn... In Wallonië doen ze het daar veel beter. Oei. Ja, en, ja, inderdaad. Ja, ik verschiet er een beetje van. Ja, die Vertel. Krijgen al van het eerste leerjaar tot en met zesde middelbaar elk jaar zijn cursus. Dus dat wil eigenlijk zeggen, tegen dan die eigenlijk al kunnen gaan werken, ja, hebben die al 12 keer zijn cursus gehad. Dus elk jaar wordt dat daar herhaald tijdens ja, hun schooltijd, ja, zo gezegd. Klopt. En bij ons hier in Vlaamstalig België, dan zie je dat niet in de school. Nee, dan mogen we van geluk spreken dat je dat toch één keer of twee keer kunt hebben in die schoolcarrière. Oké. Okay. Ja. Hier moet je eigenlijk meer zelf de keuze maken of je via het Rode Kruis dan zo'n cursus van helper of zo wil volgen en op die manier dan er iets van te weten komt. Ja, klopt. Dus dat is wel een beetje bizar, hè, dat niet over heel België gecoördineerd is. Inderdaad. En het is daarom ook dat wij van Vlaanderen uit ook... Allez, het is voor de eerste keer dat Wallonië ons een keer iets leert. Ja, eigenlijk wel. Iets positiefs dat we leren vanuit Wallonië dan. Ik denk maar aan deze zomer ook op het... Europees kampioenschap voetbal. Ja. Christian Eriksen ging daar neer op het veld. En gelukkig waren daar zijn ploegmaat, dacht ik, die hem als eerste heeft geholpen. Klopt. Ja. Dus daar zie je ook al dat het heel belangrijk is om te weten hoe zoiets in zijn werk gaat. Hè. Hebben jullie zelf tips of zo voor mensen? Kennen jullie toevallig het liedje Staying Alive? Ja, dat ken ik. Voilà. Dat is eigenlijk het perfecte liedje om je ritme te houden van de reanimatie. Oké, ik heb het klaarstaan voor zo meteen. Dan kunnen we eens niet opzetten. Ja. Dus stel nu voor, iemand gaat hier voor onze ogen neer. Wat is dan belangrijk om als eerste te doen? We beginnen met aandacht naar de persoon zelf. Ja. Je begint hem te reanimeren, maar je hebt daar verschillende dingen voor natuurlijk. Ja, dat is mond-op-mond beademing. Ja. Dat is de tempo om uiteindelijk te gaan reanimeren. Maar wat mensen ook vaak doen, is eerst de ambulance bellen en dan pas doen. Maar het is eigenlijk best dat je dat tegelijk doet, want de eerste minuten zijn cruciaal, van cruciaal belang. En we weten allemaal dat een ambulance hier of iemand die moet komen, dat dat 5 à 10 minuten duurt. Ja, klopt. Maar dan is het al te laat, jammer genoeg. Oké. Okay. Dus als ik even terugdenk, ja, in een ver verleden heb ik nog verpleegkunde gestudeerd, dus ik ken er ook een beetje van. Ja. Moet je als eerste altijd zorgen voor je eigen veiligheid? Ja, onderbreek mij of corrigeer mij als ik niet juist ben. Dan inderdaad zo snel mogelijk starten met de reanimatie, maar best kijk je dan of dat er nog personen aanwezig zijn om de hulpdiensten in jouw plaats dan te verhuizen, zodanig dat jij kan starten met de reanimatie. En dan, ik weet niet, in coronatijden of dat het mag toegelaten is van die mond-op-mond beademaling dan. Laten we eerlijk zeggen, een ziekte of iemand die aan het doodgaan is... Ja, voilà. Ja, dat is natuurlijk moeilijk, maar... Ik zelf zou er op die moment niet bij stilstaan gewoon voorgaan, want inderdaad, een mensenleven is in dat geval belangrijker dan daar gaan beginnen over na te denken. En dan, dat ritme dat je daarnet zei van Staying Alive is belangrijk. Hoeveel keer moet je precies pompen voor je dan weer moet afwisselen naar... Ja, het is eigenlijk te zien ook een beetje. Vooral het belangrijkste is ook om te kijken dat de luchtwegen vrij zijn. Want vaak beginnen ze ook direct met een reanimatie. Ja. Maar als de luchtwegen niet vrij zitten, dan is het eigenlijk niet zoveel nut dat je doet. Nee, inderdaad. Hier bij ons hebben wij een kaartje. We hebben eigenlijk alles een beetje uitgelegd staat. Ik hoop dat het muziekje niet helpt. Bij de reanimatie staat er hier
30 borstcompressies en afwisselen met 2 keer mond-op-mondbeademing. Oké. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar wat ik nu ook merk, dat er veel meer ook AED-toestellen staan. Ja. Dus als die in de buurt zijn, alsjeblieft niet bang zijn en gebruik die gewoon weg. Want de kans dat je daar iemand mee redt, is ook veel groter. Ja, uiteraard. Alles wordt ook afgespeeld op dat toestel. Dus je hebt direct iemand dat praat tegen u. De aanwijzingen worden direct meegegeven, wat heel gemakkelijk is. Dus, enig idee, als je nu ergens bijvoorbeeld hier in Ninove rondloopt, hoe je kan weten waar het in de buurt zo'n AED-toestel beschikbaar is? Of? Momenteel staan die vaak op de drukste plaatsen. Ninove zelf weet ik niet, omdat wij van Gent uitkomen. Oké. Maar er moeten er eigenlijk wel meer komen. Ja. Daarom dat we ook met die actie bezig zijn. Om daar ook gewoon van bewustheid van te maken dat dat ook op rustige plaatsen kan. En niet alleen in een winkelcentrum natuurlijk. Oké. Jullie staan hier vandaag nog de hele dag? Of? Ja, tot 5:30. We staan hier tot 5:30. Aan de kant van... Ik denk dat dat de voorkant is. Is dat de voorkant? Eigenlijk een beetje aan de centrumlaan. Een van de twee ingangen aan de centrumlaan gaan ze jullie wel vinden. Ja. En jullie gaan de mensen dus aanspreken. En dan, hoe gaat het verder in zijn werk? Dus wij spreken mensen aan om te vertellen wat het probleem is. Ja. En wat dat wij daaraan willen doen. En dan is eigenlijk enkel nog de vraag of dat die mensen daar ons een tandje willen bij helpen. Oké, en hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen dat op twee manieren doen. Op de website, maar daarvoor zijn wij natuurlijk. Nee. Voilà. Dus je kunt dat ook bij ons doen. En wat houdt dat in? Dat je ons eigenlijk op een maandelijkse basis ons daarbij helpt. Ja. En dat is gewoon puur voor de continuïteit te gaan, kunnen we zeggen, zekerheid op wat wij kunnen hebben. Om zo te anticiperen wat er aan het gebeuren is tijdens een goed doel, zeg maar. Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, jullie staan hier niet voor geld of zo te ontvangen, hè? Veel mensen denken dat hebben daar Maar dat is niet het ding. Dat is totaal niet het ding. Wij proberen mensen duidelijk te maken wat het probleem is, wat we eraan willen doen. Ja. En als jij daar ook warm voor staat om ons daarbij te helpen, natuurlijk is dat mijn centje. Maar... Dat is niet de belangrijkste reden waarom jullie hier vandaag staan. Dat is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat wij ons land zelfredzaam maken. Voilà, oké. Okay. Voilà. Is er nog iets dat jullie willen meegeven naar de luisteraars? Ik wil nog één iets zeggen. Ja, zeg maar. Als wij dat doen, dus wij verliezen nu 30 mensen per dag gewoon aan hartfalen. Ja. Als wij hier zouden staan en jullie helpen ons, kunnen wij daar 70% van verminderen. Dat is al een heel verschil. Dat is al een heel verschil, inderdaad. Voilà. Dus kom zeker af en dan zal je ons zien staan. Oké, bedankt Kelly en Jeff. Bedankt. Voor jullie komst naar de studio. En voilà, kijk, de Bee Gees met Stayin' Alive. Voilà. We love Ninove.